We beginnen met mijne. Nee, laten we met de oude beginnen. Ik zet de stopwatch. Ja, rustig. Ik zet de stopwatch. Stopwatch. Stopwatch heb ik hier. Dus dan gaan we nu gas geven. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag wil ik samen met jullie de Mercedes-Benz Sprinter een klein beetje aanpassen die ik gisteren in Hof Bergman heb gekocht. Dan gaan we vandaag gewoon eventjes samen doen. Het zou niet, ja, je kunt een beetje als een tutorial kun je een beetje nagaan, maar ik laat jullie gewoon eventjes zien hoe dat precies werkt. Dus wat we daarvoor allereerst nodig hebben is natuurlijk het schermbeeld. En wat we dan nodig hebben is natuurlijk de mods zelf. Want ja, de mods zelf moet je natuurlijk hebben. Nou, de mods die staan natuurlijk tussen documenten, MyGames, Farming Simulator 17, Hubblepub, staat hier ook. Documenten, MyGames, Farming Simulator 17, mods. Maar ja, ik heb het op een snelkoppeling gezet, omdat je daar toch wel redelijk vaak naartoe gaat. Wat we dan eventjes nou moeten doen is de Sprinter zoeken. Moet ik wel goed schrijven. Sprinter. Kijk, dit is de Mercedes Sprinter. Nou, die wil ik graag aanpassen. Voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst de mod uitpakken. En hoe doen we dat? Nou, je gaat hem gewoon ctrl-c, dan kun je hem, kopiëren. Dan moet je eens eventjes in een aparte map zetten. Ik heb hier al mijn mappen zoals je ziet. Van mijn mods die ik maak, dus dan maken we een nieuw mappie. En die noemen we Brock Sprinter. Die gooien we hierin, ctrl-v, rechtermuisknop, dat moet ik wel goed doen. Rechtermuisknop en dan alles uitpakken. Uitpakken. Als het goed is, moet het zo werken. Brock Sprinter, ja, kijk, dan staat hij daarin. Dan mag deze zip mag weg. Ja, hou je mond. Deze zip mag weg. En dan kunnen we dus nu alles met de mod doen wat we willen. Nou, we hebben er natuurlijk het geluid van de. Is het opstartend geluid? Hartstikke mooi, leuk. Ja. Maar die gaan we ook nog aanpassen. Maar wat ik allereerst even wil doen, is de torque aanpassen. Nou, hoe doe je de torque aanpassen? Dan heb je de dingen zelf nodig, de XML-file zelf. Nou, wat doe je dan? Rechtermuisknop en een Edit with Notepad++. Want met de Notepad++ heb je alles gewoon heel mooi bij elkaar. En staat alles mooi onder een rijtje. Want je kunt ook wel deze gebruiken. Als je hem gewoon opent. Maar dan heb je het zo. Dat staat helemaal niet netjes onder elkaar. En is niet makkelijk om te lezen. En hier staat allemaal met kleurtjes. Staat alles precies onder elkaar zoals je ziet. En dan kunnen we dus alles aanpassen wat we willen. Nou, hoe gaan we hem noemen? Hij heet nu de Sprinter LWB. Maar ik wil hem graag de Brock Sprinter wil ik hem noemen. De power. Laten we daar 195 pk van maken. En de speed doen we 130. Omdat het toch wel makkelijk is als de Mercedes ietsje sneller gaat. Dat hebben we alvast gedaan. Dit is de Mercedes-Benz Hubblepub. Die kunnen we eventueel ook nog aanpassen. Dit is de Sprinter van de Brock. Ik wil goed schrijven. De Brock. Zo. Prijs doen we niks meer. Lifetime doen we ook niks meer. Mercedes, het is prima. Hij staat onder cars. Dat is ook prima. Hoeven we allemaal niks aan te veranderen. En moet even kijken hoor, dan gaan we nou eventjes iets naar beneden. Dit is de wijdte en de breedte en weet ik veel, dat hoeven we allemaal helemaal niks meer te doen. Maar dan komen we bij het belangrijkste en dat is de torque. Nou, de torque is dus het moment, torque kun je aanpassen als je wilt dat het voertuig sneller optrekt. Nou, dat gaan we dus ook doen. Hij staat nu hierop, staat hij op 0,9, dus ik zet hem op 1,2. Brake force is in principe prima. Even kijken hoor, brake force 2, dat is prima, want hij remde precies. Misschien dat we nog ietsjes verbreden, eentje meer. Even kijken hoor. Minimum round per minute. Ja, round per minute is prima. Maar deze doen wij ook iets hoger. Hij staat nu op 0,3. Laten we deze dan op 0,6 zetten. Dan zetten we deze op 0,7. En dan zetten we deze op 0,95. Ik tuw zomaar wat in hoor. We kunnen ook nog de tank aanpassen. Hoeveel tank en hoeveel liter diesel erin gaat. Is 64 liter voldoende? Ja. We laten wel ietsjes meer zuipen. Omdat hij natuurlijk nou sneller optrekt. Dus moet hij wel ietsjes meer zuipen. Dus dat maken we er ook van. We hebben dus nu in ieder geval de torque aangepast. Wat moeten we dan nog verder doen? Dit moeten we allemaal niet doen. We gaan verder naar beneden.
En dan kunnen we ook nog de geluiden aanpassen als we willen. Want ik heb natuurlijk ook een andere mod. En dat is de servicebus. En die heeft dit geluid. Car start. Op zich, ik denk... Die kunnen we gebruiken. Maar ik denk dat we hem gewoon lekker zo laten. Hoe het geluid nu is. Kom even hier op terug. Want het geluid wat we nu hebben is... dit, hè. Engine on. Is een beetje vrachtwagenachtig iets. Engine off. Engine mid. En engine idle. Ik denk dat we het gewoon zo laten. Dat is prima. Op zich is dat nog niet zo'n heel groot probleem. Dus het geluid hoeven we verder ook niks aan te veranderen. Dus we zijn nu in principe zijn we hiermee klaar. Maar we gaan wel even de bloksprinter gaan wel eventjes kopiëren. Ctrl-C en dan Ctrl-S, want dan wordt het opgeslagen. Dan moeten we ook nog eventjes de mod desk gewoon even aanpassen. En hier heb je dus ook alle namen, sprinter, LWB. Dus daar maken we ook de bloksprinter van. Bloksprinter van. Mercedes. Store icon, dit hoeven we verder allemaal niet te doen. Sprinter LWB. Dit moeten we verder allemaal niet veranderen. En dan is dit ook goed. Maar als je dit niet aanpast en je stapt in de Mercedes, dan staat er nog steeds Mercedes Sprinter LWB. En nou staat dus ook echt bloksprinter als je erin stapt. Oké, dat hebben we dus nu ook gedaan. Maar wat ik nou graag zou willen hebben, is eigenlijk mijn eigen logo op het voertuig. Nou, als we eventjes gaan kijken, dan gaan we even naar mods en FS17 en dan de ad strips. En hebben we dus hier heb ik een aantal ad strips die ik heb gemaakt. Maar ik wil eigenlijk mijn nieuwe logo zou ik er graag op willen hebben. Dus wat ik dan doe, of heb ik die toevallig al? Volgens mij niet, hè? Logo nieuw, ja, deze hebben we eventueel. Dan ken ik natuurlijk nog een ander logo. Dus wat we doen, we gaan deze gaan we kopiëren. Kopiëren, Ctrl-V. En dan doen we deze nieuw logo. Nieuw logo staat hier. Nou, die openen we in paint.net. Maar wij doen dat niet. Of ja, paint.net moet je daar wel voor hebben. Kun je ook gewoon allemaal downloaden. En dan moeten we eventjes mijn nieuwe logo moeten we er eventjes in hebben. Dus dat doen we dan eventjes. Dat is bij Photoshop bestanden logo's. En dan moeten we deze hebben. En dan hoop ik dat het pas dit niet te groot is. Kijk, zie je dat hij is te groot. Dus dat is een beetje jammer. Goed, we willen dus nu mijn nieuwe logo willen we er dus nu in hebben. Dus ik heb al eventjes, wat we net zagen is het 512 bij 256. Heb ik nu aangemaakt in Photoshop. Dus wat we dus nu gaan doen, we slepen gewoon de mod, of de dingen slepen gewoon hierin. Kijk, en dan is die dus precies de goede grootte. En dan kun je hem nog eventjes een beetje aanpassen, een beetje groter maken. Even een keer zo opslaan. Opslaan als een PNG bestand. PNG. Nieuw logo klein. Daarop. Opslaan. Ja. Oh, dat was niet helemaal goed volgens mij. Opslaan als, want die bestond al. Nu een nieuw met dubbel N. Nieuw logo klein. Die kan niet zien. Klein. PNG. Opslaan. Oké. Dus wat we dus nou kunnen doen is, in principe kunnen we eigenlijk nou direct dit nieuwe logo erin gooien. Dus dan moeten we even kijken welke, waar die staat. Nieuw, dus die willen we Ctrl-C. Gaan weer terug naar de dinges. FS17, Ad Strips. Nieuw logo. Doen we die weg, doen we die erop. Nee, yep. Dat doe ik verkeerd. Ik heb het, nee, wel. Die doen we weg. En doen we die erop. Nee, dat moet eigenlijk niet. Want we moeten die moeten we openen. Dan doen we, deze doen we weg. Dan gaan we die dus weer openen. Het is allemaal heen en weer geswitcht, jongens. Ik hoop dat jullie het ook een beetje allemaal kunnen volgen. Verkeerde. Photoshop bestanden, logo's. Nee, hij staat hier. Als laag toevoegen. Kijk, nou past hij er precies in. Dan doen we gewoon Ctrl-C. Add strip. Het moet wel een DDS-file zijn volgens mij. Of een PNG. Heb ik hier. Ja, overschrijven. Oké.
lagen samenvoegen. En hebben we die klaar. Dus, dat hebben we nu ook klaar. Wat we dus nu allereerst gaan doen, is de mod openen in Giants Editor. Nou, hoe doe je dat? Gaan we weer terug naar de mod. Op een gegeven moment staat dat hier wel. Als je vaak genoeg er naartoe gaat, dan staat die aan deze kant wel. Dan hoef je niet de hele tijd te switchen en te doen. Blok sprinten openen we in Giants Editor. En hebben we dus nu hebben we dus de sprinten. Wat heel belangrijk is, je moet niet met deze camera gaan werken. Je moet altijd een nieuwe camera maken, tenzij ze al een camera hebben gemaakt. Nou, ze hebben al een camera gemaakt. Dan gebruik je die om te switchen. Maar als je namelijk, zeg maar, de normale camera waar je mee begint, als je daarmee gaat lopen spelen. En ik zeg maar, wat je bent klaar, je hebt alles hier erop staan. En je doet Ctrl-S oftewel opslaan, dan begin je dus in deze camerapositie. En dat kan nog wel eens heel erg vervelend zijn. En dat krijg je nooit meer goed. Dus als je een nieuwe mod opent in Giants Editor, dan ga je naar Create en dan Camera. En die camera moet je dan gebruiken, want anders wordt het niet wat. Nou goed, we hebben hem nu geopend. Dus wat we dus nu gaan doen, die eigenschappen mogen wel weg. Wat we dus nu gaan doen is de AdStrip hierin slepen. Nou, hoe doen we dat? Dan gaan we weer terug naar FS17 AdStrips. En dan nieuw logo, hele mapje. Ga je gewoon selecteren. Kijk, hier staat ook. Hier staat hij al. Dus ik wil aanpassen. Die pleuren we hierin. Nou, gaan we terug naar Giants Editor. Er staat er hier import. En dan. Nieuw logo, AdStrip i3D. En als het goed is, jouwe, heb je hier mijn nieuwe logo, zoals je ziet. Kijk. Het is een beetje lastig hoor, de Giants Editor, om te gebruiken. Maar zo worden dus ook alle nieuwe mods en alle dingen. Hier werkt Giants ook meer. Om hun dinges te gebruiken. Oké, dus ik wil die graag op de achterkant hebben. Zo, maar die mag wel ietsje groter. Als we hem nou op 3x3x3 zetten. Is hij misschien ietsje groter op 2x2x2? Dan is hij net iets kleiner. En dan moeten we hem zo dicht mogelijk tegen de dingen staan. Kijk, nou knalt hij er doorheen. Dat betekent dus dat hij goed zit. En hij moet net erop plakken. Zo. En dan hier in het midden. Zo. Gaan we even aanpassen. Deur rechts. Deur rechts. Zo. En dan moeten we even kijken. Want die deuren die kunnen natuurlijk open. En als je wilt, moet natuurlijk ook... De sticker moet natuurlijk mee met die deur. Dus we moeten even kijken waar die deur ook daadwerkelijk zit. Want daar moet je die AdStrip inzetten. Dus dat is even zoeken. Platshuilte, dat is ook niet transform doors. Kijk, dan heb je door rear right. Door side left, door front left, door front right, door rear left, rear right, slide right, door slide right. Nou, we hebben de door right. Kijk, doen we even voor de gein. Nou slip ik dus, als het goed is, de hele deur mee. Tenminste, als het goed is. Dan kun je die hele deur kun je slepen. Dan moet ik even kijken hoor, welke dat is. Nee, hij heeft hem dus niet. Maar dit is gewoon echt heel erg zoeken. Kijk, transform. Zie je dat? Nou selecteer je dus deze deuren. Transform door back right. Die moeten we hebben. Kijk, als ik die nog ga slepen, dan haal ik de hele deur eruit. Zie je dat? Dus daar moet die AdStrip op. Dus doe je, selecteer je AdStrip, Ctrl X. Dus knippen, Ctrl V. En dan moet je weer eventjes herpositioneren. Moet even weer kijken waar die is hoor. Hij gaat wel heel traag nou. Ik weet ook niet waarom die dat doet. En nou is die mokertje klein, zie je dat? Waarom die AdStrip nou zo klein is, weet ik niet hoor. Deur rechts. En nou is die heel klein, zie je dat? Hij mag op zich wel groter hoor. Maar hij kan niet groter. Of we moeten hem hier opzetten. Laten we hem hier opzetten. Ja, maar dan kun je hem nog. Hij kan niet zo heel groot. Dat is een beetje vreemd. Normaal gesproken. Kijk, nou dan zetten we hem op 50. Kijk, zo is hij al een stuk beter. Zie je dat? Waarom die nou ook zo traag sleept, dat weet ik ook niet. Dat zal wel aan de mod liggen dan. Dan moet je heel de tijd slepen. Zo, en een beetje kantelen, en een beetje omhoog, en een beetje zo. Zodat je hem heel mooi op de deur hebt geplakt.
Alleen ja, het gaat niet zo, niet zo snel als je ziet. Dus ik moet heel veel klikken. Dus dan gaan we eventjes in een goede positie. Goed, op de achterdeuren staan nu alle twee het Blocky Games logo, zoals je ziet. Het was eventjes gestruggeld, maar ze staan er in ieder geval op. Ze zouden wel niet helemaal netjes staan hoor, en precies recht en zo, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Dus dat hebben we er nu in ieder geval al op zitten. Wat ik dan eigenlijk nog wel aan de zijkant wil, is heel groot zo gebeuren, een slap gezwetst of zo. Of op de deur. Want ik heb natuurlijk nog een paar andere adstrips, dus als we even gaan kijken. De keeper sterke techniek is geen paniek. Bloktransport. Ja, die staat daar boven. Dus die zou op de deur kunnen eventueel. Block Against BV, bloktransport. Gebeuren slap gezwets heb ik ook volgens mij nog ergens, maar zeg maar er niet zo heel veel uit. Dus ik denk dat wij bloktransport op alle twee de deuren gaan zetten. Dus wat we gaan doen, we gaan weer terug naar adstrips. Deze kopiëren we weer. Die dumpen we weer in de mod waarmee je bezig was. Huppakee. Kijk, wat je dan nou moet doen als je eventjes wil opslaan, moet je eventjes view, camera, outdoor camera. En dan Ctrl S, dan slaat die eventjes op dat je niet alles weer opnieuw moet doen. View, camera, camera, huppakee. En dan kunnen we hier op de deuren, volgens mij kunnen die deuren die kunnen niet open. Dus nu gaan we hier bloktransport erop zetten. Import. Mercedes terug, bloktransport, die gooien we erin. Nou, die staat toevallig hier. Bloop. Hups. En dan die kant op en dan omhoog en dan zzzt. Ja, kijk, dat is niet tevoorschijn. Die zetten we dan op de deuren. Heb ik hier. Uiteraard moet er nog wel ietsje schorten. Kijk. Twee is net ietsjes mooier. Kunnen we die hierop zetten? Het is wel gewoon wit. Gewoon normaal wit, want ik doe dan een blauwe bus doen we dan. Nou, dan komt het wit er natuurlijk wel heel mooi uit. Ja. Zou die zo mooi staan of iets lager? Zo. Je moet proberen om hem in één keer helemaal naar achter te zien. Dit blijft nog over. Als je nou ietsje naar rechts gaat, dat hij in één keer verdwijnt. En dat hij, dan weet je zeker dat hij tegen de deur aan zit. Laten we nog hieltjes lager doen, zo. Moeten we even kijken. Nou, dit is dan transform. Nou, dat hoeft dan op zich niet. Maar we hebben hier wel de sprinter LWB. Dan moeten we eventjes de doors hebben. Doors. Front door left. Door front left, dus daar zet hem in. Doors. Front door left. Ctrl V. Dan moeten we eventjes verplaatsen, want dan staat hij op de deur. Weer een andere plek geven. Want het kan best zijn dat hij nu ook. Volgens mij is het ook een heel stuk groter geworden nu. Kunnen we altijd nog verkleinen, natuurlijk. Nou, zetten we hem weer goed neer. Dat hij ook daadwerkelijk verdwijnt. Zo. En dan staat hij dus ongeveer zo. Nou, ik vind het netjes. Ietsje zo misschien nog. Zo. Nou, moeten we hetzelfde doen naar de andere kant. Dus wat we dan doen. Selecteer je hem Ctrl C en doe je er door front right Ctrl V. Nou, die staat nou aan die kant. Dus gaan we weer draaien en draaien. En dan draaien we deze ook bij. Huppakee. En dan staat hij hier. Zie dat? En dan kun je hem dus helemaal weer op dezelfde plaats zetten zoals je net ook had. Dus we gaan weer slepen. Een goede positie innemen. Het zal wel niet helemaal kloppen hoor. Kijk, zoals ik denk, deze die zit aan, wat zou het zijn, 2-3 centimeter. En deze moet dan misschien nog ietsjes lager, heel ietsjes. Zo. Kijk, als we dat aanhouden, dat de B hier bovenaan zit, dan zitten ze ongeveer gelijk. Dus, hier is het dan anders, hier is het dan met de T. Natuurlijk, omdat het in het spiegelbeeld is. Dus dan doen we die zo, dan staan ze ongeveer gelijk. Nou, dan doen we weer view, camera, outdoor camera, Ctrl S. Dan hebben we dus nu in ieder geval. Op de achterkant hebben we dus nu mijn logo. En op de deur hebben we nu dus bloktransport. We moeten even kijken wat we hier nog op kunnen doen. Dat wil ik eigenlijk nog zo net niet. Of gewoon helemaal niks, dat kan natuurlijk ook. Als we even gaan kijken, wat heb ik hier allemaal tussen zitten? Andere logo's, een handtekening en weet ik veel wat. Maar ik denk dat we eerst eventjes hiermee gaan doen. Ik kan hem altijd nog aanpassen. Want ik wil namelijk nog één ding eventjes aanpassen. En dat is het kenteken. Er staat nu HHML 2017. Wij zijn natuurlijk Nederlanders. Dus dit mag weg. Dan gaan we nu weer hier naartoe. En dan gaan we naar de sprinter. Die staat hier inderdaad al. En dan moeten we eventjes kijken waar de
kenteken staat. Kijk, zie dat? Hier is het kenteken. Dat is een DDS-file. Dus dit kunnen we nu helemaal aanpassen hoe wij dat willen. Ja, dan moeten we dus even een beetje gelig hebben. Ik denk deze kleur. En dan moeten wij dus... Zo, kijk, dan hebben we dat in ieder geval al. Dit moet dan wit zijn. Oh, Ctrl-S. Dan even een laagje erbij. En dan moet... Dit moet wit zijn. Wit. Maar dit stuk... Oh! Dit stukje moet wit. Ja, dat wordt natuurlijk weer helemaal niks. Even kijken hoor, hoe we dat gaan doen. Want dan moeten we dit ook eerst even gummen. Kunnen we die gum op? Ja, ik wil gewoon zetten. Ja. Kijk, dan dit. Die tekst die moet weg, maar ik weet niet of dat werkt. Normaal gesproken moet het wel werken, maar als dit niet werkt, werkt het natuurlijk niet. Normaal gesproken moet het wel werken. Kijk, huppakee, ik had de verkeerde dingen zat ik te pakken. Dus nou hebben we eventjes een dingetje. Dan moeten we eventjes de tekst moeten we weghalen. We moeten niet te veel geel weghalen, want anders zullen we natuurlijk hier op 5. Dit moet weg. ML moet weg. Zo. Ik wil later weer opvullen met geel. Zo. Oh, dit is al te ver, zie je dat? Kan gevaarlijk worden. Nou, pakken we die er weer bij. Het emmetje in het geel. Dus we moeten even het pipetje hebben. Het pipetje is die. In het geel alsjeblieft. En dan vullen we deze gaten weer bij. Zie je dat? Nou, weer het pipetje. Pipetje is nummer K. Huppakee. Dan doen we deze ook weer terug. Zie je dat? En dan heb je dus in ieder geval alles weer terug. Net of er niks gebeurd is. Altijd handig. Dan moeten we nou eventjes iets kleiner hebben. Want we moeten natuurlijk even die D moeten we eventjes weghalen. Want we zijn natuurlijk Nederlanders. Dan moeten we het wel even goed doen. Nummer 10. Alleen een D moet weg. Zo. In het wit. Dat weg. Dit klopt dan natuurlijk ook niet helemaal. Maar goed. Zo. Dit is dan alleen wel een beetje een dingetje. Maar dat kunnen wij aanpassen. Zo. We weer het pipetje hebben in het grijs. En dan vullen we dat weer op. En zien dus in principe dat het niet heel erg veel veranderd is. Nou, dan kunnen we hier dus onze eigen kenteken van maken. Laten we eerst even... Welke tekst gaan we doen? Arial Black, denk ik. Of... nee, laten we anders doen. Impact. Die gebruik ik altijd ook voor mijn thumbnails. Dus doen we hier NL. Die moet aan... In het wit of in het blauw of... Weet ik veel wat. Doe even ietsjes groter, hoor. 26, nog ietsjes groter. 108. Oh, kijk, dan krijg je dat gedonder al, ja. Nou, hebben we dus eigenlijk al een klein beetje verprust. Daarom moet je altijd verschillende lagen maken. Maar goed, hij staat een klein beetje scheef. Maakt op zich niet zoveel uit. Maar laten we nu eerst even een nieuwe laag maken. En dan kunnen we dus hier neerzetten. Bijvoorbeeld de blok. En dan moet hij natuurlijk wel een stuk groter. Dat hij er heel mooi in past. Oh, is een beetje heel groot. 96, kijk, en dan kunnen we hem slepen. Zo. Maar volgens mij is dit ook blauw trouwens. Is helemaal niet wit, dus... Als we dit gewoon weer eventjes wit doen. Kijk, je kunt de tekst ook aanpassen, maar die doen we gewoon lekker wit. Dan doen we die er weer bij. En dan maken we dit gewoon een beetje blauwig. Kijk. Ziet er toch al iets beter uit. De sterretjes zijn wel weg, maar dat is niet zo heel veel uit. Maar hebben we dus in ieder geval heb je dit dus al aangepast. Nou, ik vind het prima zo. Dus wat we dus nou dus doen is Ctrl-S. DDS-file gewoon overschrijven met vorne. Overschrijven, ja. Ja, samenvoegen. Oké, klaar. Poink, en hebben we dus nu zo'n voorkant. Dus nou kunnen we even kijken of dat ook daadwerkelijk wel klopt. Dus dan openen we de sprinter weer. Ik kan best zijn dat ik nou helemaal verkeerd heb gedaan hoor. Kijk, zie dat? Je kunt het nou een klein beetje zien. Camera. Aan de voorkant zou misschien niet helemaal kloppen. Zie dat? Er staat er dus nu aan de voorkant de blok. Hup. En aan de achterkant ook de blok. Dus dat is op zich wel geinig. Dan kun je helemaal aanpassen wat je wilt. Maar ik denk dat we het dus zo eventjes houden. Verder hoeven we... Ja, ik kan er nog allemaal dingen toevoegen, maar dat doe ik later allemaal wel. Wat we dus nu gaan doen, is eventjes alles inpakken. Ctrl-S. En dan gaan we hem dus ook een andere naam geven. Dus doe je Ctrl-A.
En dan moeten we even kijken. Maar waarom is mijn Winrar er niet? Waarschijnlijk moet ik eerst Winrar hebben. Nou, dan installeren we Winrar, want normaal gesproken hebben we het altijd wel gehad. Maar dit is straf. Dus gewoon Winrar downloaden. Doe dat even. Goed, Winrar is geïnstalleerd. Dus nu kunnen we alles zippen. Dat doen we add to archief. En dan maken we er dus de bloksprinter van. Blok moet wel aan elkaar, want anders werkt het niet. Blok sprinter. Zipbestand. Blok sprinter raar. Nee, dat raar moet weg. Blok sprinter raar. Zipbestand. Oké, dan wordt alles zichtbaar. Blablabla. Wat we dus nu gaan doen, bloksprinter, Ctrl X. Gaan we naar de mods, Ctrl V. En dan gaan we nou eens kijken of het ook daadwerkelijk in farming staat. En of het allemaal is gelukt. Goed, we zijn nu in de farming. Dus nu gaan we de mods geïnstalleerd. De bloksprinter staat er. Nou, je hebt de sprinter LBB, dat is de normale versie, en de bloksprinter. Dus wat we nu gaan doen, kijken of het ook daadwerkelijk allemaal is gelukt. Kijk hier, de bloksprinter staat ertussen. Hey, toppie. Bloksprinter, we kunnen nog een andere foto van maken natuurlijk. En dan moeten we nog de normale sprinter, dan kunnen we de vergelijking een beetje zien. De normale sprinter. En als het goed is, hebben we dan onze eigen sprinter. Met die een stuk sneller optrekt, waar bloktransport op staat en weet ik veel wat. Dus we gaan het zien, ben heel benieuwd. Ik hoop het wel, het zal wel leuk zijn. Doen we altijd wel even in blokje en blauw. Gewoon de standaard, zelfde, alles, zelfde, klaar, zelfde. Kijk, bloksprinter en de sprinter LBB, zie je dat? Dus dat betekent dat hij het al doet, in ieder geval. En doe gewoon even normaal. Dit is de normale sprinter, dit is de bloksprinter, ook kopen. En dan gaan we nu naar de sprinters. Kijk, dit is de normale sprinter en dit is onze sprinter. Nou, de blok staat nog niet helemaal zo netjes. Maar dan heb je dus hier bloktransport aan de voorkant. Bloktransport ook daar aan de zijkant. En aan de achterkant hebben we dus die. Maar wat ook heel belangrijk is, gaan de adsters mee met de deuren? Gaan we zien. Zie je dat? Ze gaan mee omdat ik ze op de deuren heb geplakt. Gaan ze dus mee. Dat is heel belangrijk, want anders blijven ze staan. Hè? Dat is niet de bedoeling. Nou, dat is toch vet. Kijk, we hebben twee slides doors. Ik ook nog wat opzetten. Super vet. En dan gaan we dus nu kijken hoe snel dit ding nu optrekt. Hij gaat 163 liter in. De torque is heel iets hoger gemaakt. Niet al te veel. En de rem is iets groter. Dus gaan we eens even kijken. Ik zet even een... Kan ook best zijn dat hij nog niet helemaal klaar is hoor. Achteruit werd sneller. Mag op zich ook wel iets harder. Dat kun je allemaal aanpassen. Dan zetten we eventjes een stopwatch. Stopwatch. En dan gaan we eens kijken hoe lang het duurt voordat hij op goede snelheid zit. Dan moeten we even een drag race maken. Laten we dat even doen. Even kijken hoor. Dan zetten we hem hier neer. En halen we ook de andere erbij. Dan gaan we even kijken hoe dat in zijn werking gaat. Zo. Hoe lang het duurt voordat ze op dezelfde snelheid zitten. Goed. We beginnen met mijne. Nee, laten we met de oude beginnen. Ik zet een stopwatch. Ja, rustig. Ik zet een stopwatch. Stopwatch heb ik hier. Dus dan gaan we nu gas geven.